Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van EK Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in de halve finales van het EK. En natuurlijk de wedstrijd die we nog gaan voorspellen, die ene wedstrijd voor de finale. Dit waren de halve finales. Italië moest het opnemen tegen Spanje. Het werd 1-1 en Italië won naar penalties. En Engeland moest het opnemen tegen Denemarken. Die wonnen na verlenging. Het werd eerst ook 1-1 en in de verlenging werd het 2-1. Er zijn maar heel weinig punten behaald door iedereen. Alleen Thijs en Winky hebben allebei 3 punten gehaald. Dus die zijn allebei gestegen in de ranglijst. Het is of Stan die met de overwinning er vandoor gaat, of het is Luc. Of het is Luc samen met Stan. Stan is in ieder geval sowieso winnaar geworden van het hele voorspel gebeuren. Maar hoe heet het? Luc kan hem nog bijhalen, zeg maar. Die kan voor zijn derde ster gaan. De rest kan allemaal in ieder geval die 41 punten niet meer halen. Dus dat wordt nog erg spannend bovenin. Maar in ieder geval is Stan zeker van de overwinning. Dus eigenlijk heeft Luc eigenlijk alleen nog maar wat te winnen. Dit is de laatste wedstrijd die we gaan voorspellen. Italië tegen Engeland. Nou, jullie weten hoe het werkt. Laat het vooral achter in de reacties. En dan gaan we zien wat de finale uiteindelijk wordt. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Er komt nog 1 aflevering. En dat is natuurlijk met de uitslag van de finale en uitslag van heel EK voorspellen. Dus ik zie jullie dan graag. Adios, amigos.